komt echt jezelf tegen als band. En dan moet je ook gaan nadenken over dingen van, ja, wat wil je eigenlijk? Want waar krijg jij nu nog kippenvel van? Je zegt, je luistert misschien minder naar metal, maar is het kippenvel nog wel steeds daar als jullie zelf iets gemaakt hebben? Ja, zeker. Wat we zelf maken. Ja, echt. En vooral als je op het podium staat en je hebt een goede show en er wordt goed gespeeld en het publiek is vet. Nou, dan... ik heb soms zoveel kippenvel dat ik het gewoon dat ik er bijna onwel van word op het podium. Dat ik helemaal... Ja, dat heb ik echt. Ja, dit... En ik denk dat ik niet de enige ben. Dat je helemaal helemaal euforisch. Zoveel dat je het niet trekt, soms. Dat klinkt wel vaak, maar eigenlijk moet je jouw eigen favoriete plaat maken. Hè? Voor band waar je zelf kippenvel van krijgt, constant. Ja, ja. En dat is een hele moeilijke opgave. Want je kunt wel een plaat bij elkaar maken die andere mensen wel vet vinden. Dat gaat er echt wel gebeuren. Maar de plaat maken die je zelf vet vindt en vervolgens tot achter kippenvel van krijgt. Daar moet je dus die struggle voor afleggen. En wij gaan echt wel door een... struggle. Bij ons, die nummers, dat duurt fucking lang voordat die af zijn en dan de hele tijd weer, ah ja, dit nog beter, dat nog beter, ja! Maar elke keer is het altijd zo, hè? Dus het gaat, nou ja, misschien moet ik het gaat altijd zo, hè? Ja, weet ja, je wel? Ja. Maar het gaat zelden zo. Ja. Maar als wij iets hebben van, ja, dat kunnen we gebruiken, oké, dan kunnen we dat, bam, en dan is het op het eind kippenvel, weet je wel, heel de tijd. En dat is wel, tof. Kun je nu de plaat af is, hoe vaak heb je zelf dan al geluisterd? Als je dan je eigen Ja, ik heb hem gemaakt, dus ik heb hem heel, tenminste gemixt en zo, dus ik heb hem zo vaak gehoord. Maar dan luister je op een andere manier hoor, toch? Dat is toch wel anders. Ja. Af en toe dan heb je wel je momentjes, maar ik heb hem nu ook zeker wel tientallen keren gedraaid. Ja. Want als de eerste reviews komen, dan ga ik de plaat altijd weer luisteren. Om weer proberen van, oh ja, hoe had die gast ernaar geluisterd, weet je wel. Ja. Zo, dat is super. Ja, het is, wat wel is dat het wel een plaat is, wederom. Kijk, dat is natuurlijk echt een Texas ding. Maar als je Texas plaat, dan moet je echt meerdere keren luisteren. Dan kun je echt niet één keer luisteren en dan een mening... Ja, ik kan er een mening over vormen, maar ik krijg daar dan niet zoveel waarde aan, eerlijk gezegd. Of die nou goed is of niet, die mening of die review. Okay. Ja. Ik zag een film van jullie toen, waren jullie nog wat in een eerder stadium, was er nog geen titel voor het album. Nu is die er wel. Kun je misschien toelichten waar de titel vandaan komt? Ja, dat is eigenlijk het aloude Texas onderwerp. Zelfs als je kijkt naar de titels van de albums Polars en Silhouette, dat duidt er vaak op contrasten, dit ook. Als je naar de albumcover kijkt, dan is dat daar ook weer goed op uitgewerkt. Iemand die balanceert tussen hemel en aarde, in dit geval de zee en die wolken daarboven. Hallo. Ah! Iemand heeft pijn. Ja, die balanceert ook op het randje van. Ja, dat is echt iets wat ons aantrekt. Dat hele topic van nurture, nature, dark, light, man, machine. Dat deden we ook al op Polars. En dit album is het iets anders uitgepakt. Het is, ja, denk ik, elke tekst is wel meer vanuit een soort persoonlijk perspectief geschreven. Iemand die zich balanceert of meanders, oh, dat is echt een vet woord in het Engels, of lingers, nee, meander, die balanceert of een pad vindt tussen die contrasten. Daar gaat het veelal over. Dualisme slaat er eigenlijk op. Als filosofisch concept is het ook de verhouding tussen lichaam en geest, ook weer wat een contrast is en waar je mee moet dealen, waar je bewust van kunt zijn en waar je progressie uit kunt halen. Dat is waar de titel Dualism voor staat. Is dat ook iets wat je merkt in het werkproces, dat je daar mee te maken hebt? Ja, kijk, je komt jezelf tegen. Dat, eigenlijk haakt het goed aan op wat hij net zei over dat het echt een struggle is. Je komt echt jezelf tegen als band. En dan moet je ook gaan nadenken over dingen van... wat wil je eigenlijk? En dan met betrekking op muziek. Ja, ik denk dat we allemaal nu wel zo doorgewinterd zijn überhaupt. Dat je wel weet van, ja, het komt toch wel goed, we moeten door. Maar dat, ja. Want jij hebt nog een laatste vraag. Jij werkt natuurlijk ook als producer ook voor andere bands. Hoe ervaar je het verschil tussen als je er zelf middenin staat, ook in het creatieve proces, of dat je meer langs de zijlijn misschien staat in naar een andere band toe? Kijk. Als je echt een productie draait, dan zit je ook echt helemaal erin. Ook bij een andere band. Bijvoorbeeld Face Tomorrow. Ik zit helemaal in die band dan, weet je wel. Dat is eigenlijk niet zo heel anders. Ik weet niet, bij Texas, ja, je moet af en toe zorgen dat je goed kan uitzoomen. En dat je een soort overzicht houdt. En
Ja, dat train je ook, denk ik, in de loop van de jaren. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan.